heb een reiger gefilmd. En hier zit er toevallig weer een. Maar wij moesten deze straat afrijden. Maar je ziet het al, het is afgesloten. Vanwege het hele hoge water. Kijk eens, daar onder die brug. Daar heb ik toen een video gemaakt voor Emily. Had die koeien eroverheen gesprongen zijn. En je ziet het. We kunnen er niet doorheen. Dus we moeten helemaal omrijden via Arnhem. Normaal staan in dat gedeelte de koeien. En is dit gedeelte helemaal land. Daarachter heb je de Rijn, zeg maar. En je ziet ook hier dat gewoon echt alles is onder water. Dus dat hele stuk, zeg maar, van hier tot aan de weg. Tot aan die bomen daar. En daarachter, dat stuk, dat is officieel de Rijn. Of hoe die shit ook heet. Maar, nog even iets anders. Kijk eens wat we gehad hebben. We hebben foyerstiel gehaald. Voor het bushcraften. Dit moeten we natuurlijk nog eventjes een groene boskleur geven. We hebben touw gehaald. Een tarp hadden ze helaas niet. En zo'n fles voor je wodka in te doen of je watertje. Kijk. Pannetjes. We hebben hier een schop gehaald. Die zit hierin. Kijk wat we nog meer hebben. Veldfles. Met aan de binnenkant. Hier zit een ook nog een soort van etensbak. En nou komt het. Voor €12,50 een hele Duitse Bundeswehr eetset. Waarschijnlijk. Wacht, we gaan hem even kijken. Ja, kijk, daar is hij dan. Zie je dat? Geweldig, jong. Oh, dit zit er allemaal in. Het is in ieder geval heel erg veel. Bij de Mackie krijg je dat voor dat bedrag niet. En zullen we even kijken wat het allemaal is. Er zit chocola in, eten. Wat is dit? Leberworst, oké. En er zit nog iets bij. Geweldig, jong. Nou, ik ben er heel erg tevreden mee. Vooral met dit dingetje hier zo. En we zijn klaar voor het bushcraften. We gaan het bos in. Oh ja, en het allerbelangrijkste van alles is. Kijk eens wat meneer aan heeft. Een legerpakje. Ja, dat is het allerbelangrijkste van allemaal. We gaan beginnen.